Suriname behoeft een geïntegreerd systeem voor onder andere online betalingen. Dit is nodig voor het beter in werking stellen van de e-Vision Suriname, die de visie is naar een digitale toekomst voor ons land. Zo stelde directeur Mike Antonius van Telesuur vanmorgen tijdens een paneldiscussie tijdens de Social Media Conferentie Suriname 2023. De paneldiscussie Innovation and Digital Transformation in Social Media was bedoeld om de laatste trends en tools binnen sociale media te bespreken. De e-visie Suriname is het ondergaan van een transformatie ter verbetering van de communicatiemethoden en het investeren in glasvezelinfrastructuur voor toekomstige digitale ontwikkelingen van ons land. Antonius benadrukt het belang hiervan gezien de dagelijkse wereldwijde digitale ontwikkelingen. The thing I mentioned about this is, if we do not have e-payments available for our customers within our society, we will keep lagging behind and we will the gap, the digital gap, we will not be able to close it. And furthermore, we will not be able to make enough opportunities of the digital economy. Keep in mind, we're living in the digital age. Dit tweedelig geïntegreerd beleid zal net zo belangrijk zijn voor de klant als de producent. Daarom is het zaak om meer te putten uit de digitale mogelijkheden die ter beschikking zijn in Suriname om deze verder te ontwikkelen, meent Antonius. And we have a responsibility also to engage with our customers that there is more on the internet than to consume what you're consuming right now. And we need to ask ourselves, do we want to continue to be buyers or consumers, or do we want to become sellers and producers and make use of the opportunities that there are there to not only consume, but become a buyer, become a seller, do your business online, make your money instead of only consuming and complaining. De directeur besloot met de hoop op het tegemoetzien van een beter digitaal beleid in Suriname. Antonius zal vanuit zijn positie als directeur van Telesuur ook helpen een bijdrage te leveren aan deze verandering.